Hallo allemaal, vandaag gaan we met z'n allen een oog tekenen. Ik ga dat doen met houtskool. Dat gebruik ik met karikatuurtekenen ook. En ja, daar kan je net iets mee meer in de detail gaan dan met een stift. Dus tekenen jullie weer mee? Gaan we oog tekenen. Ja, een oog. Nou, ik heb gezegd, die gaan we met houtskool doen. Ik heb China markers. Ja, die is moeilijk aan te komen op het moment, maar een China marker. Nou, ik ga een oog tekenen. Zo. Wat ik bij karikatuur teken, doe ik trouwens die onderste lijn. Die laat ik ook zo krom lopen. Want als iemand lacht, dan trekt dat omhoog. Die bovenste, tenminste die onderste. Dan komt die zo te staan. Aan de pupil doen. En die kan natuurlijk, in donkere ruimtes is die pupil veel groter. Dus dan teken ik hem ook vaak groter, zo. Nou, hier lijntjes, zo. Iris. Bovendien wat meer schaduw. Ik pak hier ook altijd schaduw, zo. Dan hier. Die laat ik niet aansluiten, omdat er vaak licht hier opvalt op dat oog. En dan de wimpers. En die wimpers die beginnen daar eerst naar beneden en dan omhoog. Dus eigenlijk die. Dan lijkt het beter. Zo, en dan het ooglid. En dan die wat donkerder. En dan kleur ik dat zelfs al een beetje in, een beetje oogschaduw. Zo, en dan hebben we hier nog de wallen. Zo, en dan lachrimpeltjes. Ja, ik vind het een alleraardig oog zo. En hier ook nog wenkbrauw. Een man loopt hier wat lager en een vrouw loopt hier wat hoger. Zo. En je ziet het met die houtskool dan. Of het is een beetje vettigachtig krijt. Lijkt op houtskool. Kan je wat fijner werken. En ook met schaduwpartijen wat makkelijker werken. Nou, wat ik behoud bij het karikatuurtekenen doe, is dat ik er zo nog schaduw aan geef. Zie je, dan laat ik dit licht en de rest wat donkerder. En dan komt zo'n oog nog beter uit. Ik zou zeggen, ga zelf ook een oog tekenen. Ga er zelf ook mee aan de slag. Dit was vrij snel, oog, maar je ziet al wel gelijk resultaten. Let goed op dat die bovenlijn goed donker is, dat die wimpers aan de onderkant dus iets wijken. Wacht, ik zal nog even het oog tekenen zoals we dat bij karikatuur tekenen doen. Dan doe ik het zo en dan doe ik die zo. Kijk, dan staat die wat meer omhoog. Ik krijg een meer lachend oog, zeg maar. Zo. Schaduw daar op die oogbol, zeg maar, van die bovenste van het ooglid, zeg maar. En zo. En die wallen. En die heeft iedereen, hoor, wallen. Zo, dat ooglid nog. Bijna vergeten. Ik begon al bijna met de wenkbrauw. Zo. Nou, dan weer de schaduw. En hieronder ook. Nou, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met een oog. Dit is het linkeroog, rechteroog kan ook. Let erop als je iemand tekent. Teken eerst het rechteroog en dan het linkeroog. Want anders zit je weer jezelf in de weg en gaat iemand schil kijken. Even een tip. Goed, dit was het oog en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.